Nou jongens, daar is hij. Eindelijk. Aangezien ik alles gewoon met één hand moet doen en het gaat allemaal net kut. Ik ga dan mijn pannenkoekjes afmaken voor zichzelf en ik ga een Caesar salad in elkaar landen. Zo, het was echt een mega gedoe om te parkeren. Maar we zijn er. Goedemorgen. Hij stelt niet scherp. Huh? Ja, het is vandaag. Welke dag is vandaag? Vrijdag. En het is tijd om mijn rijbewijs op te halen. En ik heb me weer helemaal even omgekleed en alles gedaan. Mijn vingertje weer opnieuw verbonden. Maar god jongens, wat duurt het toch al lang? Alles met één hand doen ook. It's very unhandy. Maar mama is nog thuis. Dus we gaan even samen erheen. Ben klaar hoor. Ja, moet je nog een jas aan. Ja, ik doe dat spijkerjackje denk ik even aan. Maar vanochtend was dus die blaar weer zo'n unit. Maar ik dacht ik laat hem nu gewoon even zo. Want ik ga vanmiddag toch naar de dokter. Want ik moet hem weer even laten zien. Dus ik heb hem gewoon verbonden. Dus dat is prima. Ik heb wel honger. Ik heb hem niet gegeten. We gaan een taartje halen. Ja, we gaan een taartje halen. Om even te vieren. Voor mijn ribba. Mag je terugrijden? Ja. Nou, let's go. Anders mag ik hem niet ophalen. Nou, daar zitten we dan. Yes, we zijn er precies op tijd. Dat is niet normaal. Precies om 15 over waren we hier. Het is nu 16, maar goed. Kom aan. Ja. Ik zie er echt niet uit waarschijnlijk. Maar goed. Hij komt eraan, jongens. Hier komt hij. We hebben een prachtige foto. Prima doen. Ja, ik vind het echt een leuke foto. Beter als hoe ik er nu uitzie. Mooie foto, ja. Ik ben er zelf ook altijd wel tevreden mee. Nee, ga maar zitten hoor. Ik zie namelijk niet. Is niet zo moeilijk? Nou jongens, daar is hij. Eindelijk. Hoe lang ik hierop heb moeten wachten, dat is niet normaal. Ja, maar je hebt al mijn fases gedaan. Ja, dat is waar. Wat goed. En yes. Corona zat ertussen, dus mocht je gewoon op een gegeven moment niet rijden. Ik heb een ijskrabber. Voor de zomer. Nou, moeders en ik zijn even naar Ammerlaan geweest. En ik heb even een kaasstengel gekocht. Ik moet me zo denken aan vroeger. Mag ik hem nou meteen opeten? Maar zo lekker. En we hebben even gebakjes gehaald. Om mijn rijbewijs te vieren. En nu loop ik even naar Shubi. Want daar had ik voor mama eigenlijk cadeautjes gehaald. Een badjas nog. Voor laatst moederdag cadeau. Niet dat zij dat weet. Dus ik zeg gewoon dat ik, weet ik veel, allemaal jurkjes heb gekocht of zo. Maar ik dacht, ik ben nu toch in het dorp met de auto. Dus dan is het toch even makkelijker om te doen. En dan moet ik dat zelf een andere keer weer ophalen. En zij gaat toch niet in die doos kijken. Dus ja, dat ga ik nu even ophalen. Want ik wilde dat dan maken met een kaartje met foto's. En dan dus als verrassing naar de hamam. Met dan een nieuwe badjas. En ze heeft nooit echt een goede badjas. Daar is die dan. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb meteen teruggereden. We hebben een podium over hier. Ik kreeg maar zelf niet eens de handrem eraf. En de sleutel omgedraaid. Maar we gaan het even vieren met een klein taartje. En een theetje op de nieuwe lounge set. Kijk, mama heeft deze gescoord. Op Marktplaats. Maar kijk nou wat mooi. Hij zit lekker hoor. Goede kussentjes. En hij zegt perfect de grote. Niet te groot, niet te klein. Opleuken met wat kussentjes. Ja, echt helemaal enig. Ja, maar dat heeft nu geen zin met regen straks. Laat ik aan jou over een beetje stijlen. Ja, dat komt goed. En het is tijd om weer naar de dokter te gaan. We gaan eens even kijken wat hij hiervan vindt. Ik ben trouwens benieuwd bij wie ik nu moet. Dat weet ik niet. Maar mama gaat me weer brengen, ook heb ik mijn rijbewijs. Maar het is echt kut. Ik kan gewoon de handrem niet doen. Ik zit mijn haar ook weer fantastisch. De handrem niet goed doen en de sleutels niet eens omdraaien. Dus het is niet heel handig. Dus dat komt allemaal nog wel. Ik ben aan het proberen om mijn Kopenhagen vlog eindelijk even erop te kunnen zetten. Oh mijn god, ik ben hier denk ik echt al 3 weken mee bezig. En het mag maar niet lukken. Dus ik moet nu weer zorgen dat al mijn beelden zeg maar op deze laptop staan. Omdat ze anders het kopje niet of de
het niet pakken in Premiere Pro. Dus wat een gezeik. En mijn laatste beelden die waren er ook weer niet. Omdat ik die beelden gewoon had verwijderd. Want dat doe ik vaak gewoon als ik bijvoorbeeld een video vergeten ben af te sluiten. Dan film ik dat nog even snel. En daarna verwijder ik het meteen van mijn laptop. Want ik denk, ja, dat heb ik niet nodig. Maar ja, die moet ik dus nu allemaal weer opnieuw gaan opnemen. Oh, dus het is allemaal helemaal gedoe. En de muziekjes, die pakt hij ook allemaal niet. Dus die moet ik ook allemaal weer gaan opzoeken. Oh, wat een ellende. Maar ik mag hopen dat het gaat lukken. En ik heb laatst even, dit dingetje gekocht. Dit is voor mijn SD-kaartje van mijn camera erin kan. En dan naar mijn laptop. Nou, hij stelt even niet op het scherp. En deze heb ik dus voor een USB. Dus ik ga het allemaal maar eens even proberen, jongens. Het is toch het enige wat ik even kan doen, want dit lukt nog wel. Precies zo, met mijn hand. Maar ik moet wel zeggen dat hij echt veel meer pijn doet. Nu die hele bult eraf is. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd, volgens mij. Ik was net naar de dokter en ze hebben die hele bel eraf geknipt, zeg maar. Dus het ziet er nu zo uit. Don't look if you don't want to see it. Because it's very dirty. Maar kijk, het is echt gewoon een open worstje. Het is helemaal gewoon gegrild vlees. Ik heb net gezellig beneden met moeders Fuck de Liefde 2 gekeken. En dat was wel weer leuk, maar het is echt zo'n Nederlandse film gewoon. Je merkt toch dat het gewoon lekker Nederlands is. Dus dat het soms gewoon her en der gewoon zo super slecht is. Maar goed, hij was alweer leuk. En onderwel heb ik eindelijk, nou volgens mij, hoe lang is dit? Letterlijk, mijn laatste upload was 3 weken geleden. En in die tussentijd ben ik gewoon bezig geweest om die Kopenhagen video te uploaden. Maar zeg maar, ik heb nu een nieuwe laptop. Hier, deze is gewoon overleden. Nou ja, hij doet het nog wel, maar het is meer met die harde schijf moest ik de hele tijd werken. En het uploaden duurde gewoon letterlijk 3 uur. Wat nu op deze nieuwe laptop gewoon letterlijk volgens mij 20 minuten duurde of zo. En nu heeft hij het eindelijk gedaan. Eindelijk is hij geëxporteerd. En kan ik hem zeg maar gewoon hier nu bekijken. En dan moet ik hem nu zeg maar nog uploaden op YouTube. Maar, oh mijn god, dan heb ik hier lang op moeten wachten. Maar ik ga het morgenochtend even verder allemaal doen, want ik heb er nu niet zoveel zin in. Ik ga nu even nog lekker in mijn bedje chillen en de office kijken. Even een afleveringetje. En dan ga ik lekker slapen. Oh, maar ik ben zo blij dat het eindelijk gelukt is. Dan kan ik nu ook die volgende even gaan doen. Want ik had ze al wel, hoe noem je dat? Geëdit allemaal achter elkaar. Maar ik kon dat gewoon niet exporteren. Dus dat was echt teringkut. Maar goed, het is gelukt. Dus dan ga ik hem er morgen eindelijk op zetten. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb eindelijk even mijn vlog op YouTube kunnen zetten. Nou ja, hij is nu aan het uploaden. Dus ik heb hem nu hierin gezet. En ik heb alvast wel een thumbnail en zo gemaakt. Maar dit gaat nog wel even duren. Maar eindelijk lukt het gewoon. En ik heb even, want volgens mij ging mijn laptop de hele tijd een beetje uit. En dan stopte die met uploaden. Zeg maar, hij ging op sluimerstand. Dus ik heb nu even ingesteld dat hij aan moet blijven. Dus ik hoop dat hij dat nu wel blijft doen. Want dan kan niet eindelijk. Dan kan niet er eindelijk opgezet worden. God, wat heeft dat lang geduurd. Maar ik ga nu even lekker een ontbijtje maken. Ik ga weer even een beetje gezond eten. Want ik voel me echt weer een beetje dik geworden. Maar oprecht, hè. Ik kreeg echt wel weer een buikje. Het is niet dat ik zei. Dus ik ga even lekker zo'n smoothie maken die ik normaal altijd maakte. Die heb ik al heel lang niet voor mezelf gemaakt. Ook omdat ik natuurlijk bij Kentje zo was. Dus ja, die ga ik nu even lekker in elkaar flansen. En dan ga ik denk ik even mijn vingertje van het verband halen. Of uit het verband halen. En dan moet ik hem even laten luchten een uurtje. En daarna even douchen, denk ik. Oh, maar ik heb echt geen zin om eraf te halen, want het doet denk ik echt fucking veel pijn. Ik hoop echt niet dat het plakt. Er zit zeg maar zo'n vettig gaasje op, maar ik hoop dat het gewoon nog goed vettig is. Want anders ga ik denk ik echt door de grond.
Maar goed, dat zien we zo wel dan, hè? Ik ga nu even een ontbijtje maken. Kijk, dan heb ik ook lekker mijn vitamintjes al binnen. Lekker blauwe bessen, aardbeien en een banaantje zit eronder. En dan gooi ik er nog wat amandelmelk, kwark, vanille, proteïnepoeder, haver. Dit kan ik gewoon niet even met die vinger pakken. Havermout en een beetje chiazaden. En ik ga ook lekker weer even een matcha theetje maken. Oh, weer even gezond doen. Heerlijk. Ik heb me even lekker opgemaakt en omgekleed. En dat duurt nogal een uur. Nou, dat duurt echt fucking lang. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Aangezien ik alles gewoon met één hand moet doen. En oh, het gaat allemaal net kut. Maar het is gelukt. En nu ben ik even een eindje aan het maken. Met wat groentjes erin. Champignon, paprika en lekker wat kaas. En dan ga ik het even op een wrapje gooien. Met wat zoete kaas en wat kipfilet. En dan ga ik het even lekker opeten hier voor een laptopje. Ik ben nog steeds zo blij met mijn laptop. Hij is ook zo mooi. Het was dus blijkbaar wel al gelukt om hem onderop te zetten. Ik had hem er weer afgehaald. Zeg maar, want nu staat er 4 uur geleden. Maar ik had hem zeg maar weer verwijderd van openbaar. Omdat ik dacht dat het dus niet goed was. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar goed, hij staat er eindelijk op na 3 weken. Oh mijn god. En nu zijn we even aan het kokkerellen. Mama is pannenkoekjes aan het maken voor zichzelf. En ik ga een Caesar salad in elkaar vlanden. Dus ik heb hier allemaal hier gerookte kipfilet, tomaatjes, mozzarella, croutons. En dan lekker sla en sausjes. Sausjes. En daarna gaan wij naar Davina Michel. Dus dan ga ik me even omkleden. En dan gaan we naar Rotterdam, is het? Ja, Ahoy. Ja. In de Golden Circle. Ahoy. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden, ook met mijn vingertje. Kijk je eerst. En anders gaan we gewoon weer naar huis. Ja. We gaan het zien. Met deze vinger. Zo, het was echt een mega gedoe om te parkeren. Maar we zijn er. En wij mogen naar binnen bij de Golden Circle hier. Kijk, daar is dus een heel ander iets gaande. Kevin and the Animals of zo, maar ik heb geen idee wat het is. Maar wij gaan lekker naar Davina. En we hebben dus staanplekken. Mijn mama is nu even de kaartjes aan het opzoeken. En ik moet ook heel nodig plassen. Eigenlijk. Ik weet niet of het nog lang gaat duren. Oh, het was dus gewoon Kevin, die rapper Kevin. Ik dacht echt Kevin and the Animals. Ik vind dat heel erg klinken als gewoon een film of zo. Maar het is dus gewoon rapper Kevin. Ook wel leuk. Er stond ook echt wel mannelijke publiek. Dat zag je ook wel. Ja? Dit kan jij. I trust you. Hier, het lukt. Au. Nou, wij zijn dus al letterlijk eigenlijk een half uur te laat. Ongeveer. Ja. Het kan om 7:30 al zijn. Maar het is nu 8:30 en er is gewoon nog helemaal niks. En net ging het licht helemaal aan, alsof we gewoon klaar waren in de club. Van nou, goedenavond. Ik weet trouwens helemaal niet of jullie mij horen. En nu gaat er heel de tijd dit een beetje af. Thank you.
Rechts tegen links. Kijk de tegenstander even heel diep in de ogen aan met de spelers. Links begint. Komt-ie. 2, 1. Het duurt te lang. Davina. En nu heb ik best nog wel wat honger. En mama die had natuurlijk vanavond pannenkoeken gegeten. Dus ik denk dat ik even een pannenkoekje. Je hoort het. Prachtig meegezongen hebben we het ook. Nou, het was wel leuk. Maar het was wel kort. Op een gegeven moment zegt ze, nou voordat ik het laatste nummer inzet, dus ik zo, nu al het laatste nummer. Dat was wel een beetje, maar daarna heeft ze nog wel wat nummers gespeeld. Dat doen ze natuurlijk altijd in leven. Alsnog, was het redelijk kort. Maar ik ga nu even lekker een pannenkoekje maken. Even opwarmen en lekker opeten en dan ga ik lekker slapen. Ik kan niet wachten, ik ben best wel moe. Ga heerlijk mijn make-upje zo eraf halen, zandjes poetsen en dan lekker slapen. Prachtig. En we gingen ook nog even wat foto's maken. Toen kwam er, tijdens dat we foto's maken, kwam er zo'n chickie bij staan. Kijk nou, schattig. Kijk, hier kwam zo'n random vrouw bij staan. Geweldig. Maar dat was wel echt leuk. We kwamen ook allemaal... Oh ja. Davina had dus allemaal... onbekende artiesten. Gewoon echt, zeg maar... beginnend talent. Die, zeg maar, podium... nodig hebben om gewoon te kunnen groeien. Die had ze een paar van uitgenodigd. Dus er kwam één iemand op de harp. Harp is dat toch? Kwam op de harp spelen. En een andere meisje echt super mooi gezongen. En een andere jongen die kwam rappen, maar het was echt onwijs leuk gedaan. En het publiek was ook helemaal enthousiast voor hun, dus dat was echt heel erg leuk.
Dat is wel echt gewoon nice dat zij dat had gedaan. Qua van Davina, toen ging zij gewoon daarachter staan en toen liet ze het hele podium voor hun. Dus dat was wel echt leuk om te zien. Maar goed, nu ga ik even mijn pannenkoekjes maken en dan slapen.